ben 36 jaar oud. Ik ben docent HRM, coördinator van jaar 2. Waar dan mogelijk een andere? Ja, ik ben altijd projectdocent. Dus dat betekent dat ik vooral veel consultaties geef. En de studenten help met het beroepvraagstuk waar ze mee bezig zijn. En te kijken hoe ik ze daarin kan adviseren, ondersteunen. Het liefst laat je daar zelf over nadenken. En soms hebben ze een duwtje de goede richting nodig. Daarnaast geef ik werkcolleges voor de kennisvakken. Ik vind dat wel een uitdaging om de studenten echt de ogen te laten openen over het onderwerp. Ik vind dat Casper een heel mooi voorbeeld is van de typische docent HRM HVA. Hij is namelijk het warme bad dat we allemaal zoeken. Casper die was heel inspirerend, vond ik. Ik vond Casper juist een van de docenten die ook heel kritisch tegen jouw eigen ontwikkeling aankijkt. Het is naast een docent ook gewoon een hele gezellige, vriendelijke vent. Als je die op de gang tegenkomt, dan maakt hij altijd even een praatje met je. Iedere dag met studenten. Wat heb je met studenten? Nou ja, ik denk altijd, ik was zelf een student die ook een wild leven erop nasiel. En ik was ook een periode als student heel erg gemotiveerd en heel ambitieus. Dus volgens mij kan ik me in elke student wel herkennen. Dus als een student brak in mijn les zit en toch een beetje half voorbereid, moet ik eigenlijk wel een beetje glimlachen. En dan lach ik ze soms ook wel een beetje uit. Dat ik denk, ja, ach, weet je, dit deed ik vroeger ook. Dan plaag ik ze een beetje. En de echt gemotiveerde student, ja, dat vind ik wel ook het doel van onderwijs. Van hoe kan je mensen nou het vuur in de ogen laten krijgen voor het vak? Het is best een heftige baan, docent zijn. Het is een goede balans door juist ook je zinnen te verzetten. Juist vind ik cruciaal om goed je werk te kunnen doen. Als je aan het sportklimmen bent, dan zijn de grepen al gezet. Dus net als een les, programma, modules. Dus een bepaalde moeilijkheid zit eraan vast. Een bepaalde logische volgorde van grepen met elkaar. Waarin je normaal gesproken logische bewegingen kan hebben. Maar er zit vrij veel vrijheid in. En ook wel veel autonomie hoe jij denkt dat je dit het beste aan kan pakken. Ja. Dat is net als in een klimroute. Dus ik denk wel dat wij gelukkig maar wel allemaal werken aan dezelfde leerdoelen als docent. Maar hoe je dat doet, heb je best wel veel vrijheid in. Hij is heel mijn leven met de studenten. Hij weet wat er speelt en hij is ook echt geïnteresseerd naar. Vrolijk, dat is het enige wat ik er nog aan toe kan voegen. Altijd hele gekke sokken aan. Soms staan daar gekke beestjes op, soms hebben ze allebei andere kleuren. En dat kenmerkt hem echt heel erg. Ofwel de happy socks van happy Casper. Socks, ja. Nou, het voor mij ook wel een symbool dat in ieder geval voor een gedeelte van mij mezelf niet helemaal serieus moet nemen. Ook als docent niet. Ik bedoel, je kan een enorm pleidooi houden voor zo is het en docenten hebben gelijk. Maar dat valt ook allemaal reuze mee. Ja. Je moet jezelf ook niet altijd serieus nemen.